Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer... Een nieuwe... Ah, kut. Far Cry 4 aflevering hier op mijn kanaal Jarask Plays. Vind je deze hier nou leuk? Ram dan natuurlijk keihard op die like knop. Zorg ervoor dat je er niet te hard op ram, maar zorg ervoor dat je wel keihard op die like knop ram. En dan, dan gaan we natuurlijk weer verder waar we gebleven waren. In de vorige aflevering heb ik de... even reload hoor. Heb ik de verkeerde... Pagan Min vermoord, namelijk zijn dubbelganger. Dus, in deze aflevering heb ik geen flauw idee wat er gaat gebeuren, maar ik ga eerst even deze klokkentoren vrij spelen, want we stonden ernaast en ik dacht van, weet je, dan kunnen we natuurlijk net zo goed meteen even vrij spelen. En dan gaan we daarna weer een nieuwe missie starten, dus ik ben benieuwd wat er allemaal te doen is hier, oh. En in één keer, let's go. Woo! That's how we roll in this place. Oké, even kijken. Oh, we moeten naar boven hier, oh. Dus wanneer moet je fucking met haken naar boven gaan, man? We hoeven alleen maar over dit muurtje. Zo, op. We zijn er overheen. Tada! Dan kunnen we weer verder omhoog. Oké, okay, nice. Er zijn natuurlijk ook een paar kistjes, maar ja, die laat ik even staan. Ik moet daar naartoe. Schiet hem maar. Oké, okay, lekker. En hop. Wow, oh, oh. What the fuck? Ik weet niet wat er gebeurde, maar dankjewel. Ik ben naar boven. Ik ben er hoor, jongens. Oeh, er zijn hier wel tonnetjes. Oh. Snel dat ding kapot maken voordat die tonnetjes ontploffen, want dan flikker ik in één keer op naar beneden en dan ben ik dood. Oké. Okay. 12 van de 17 kloktoren bevrijd. Moeten er nog 5 bevrijden. En hebben we ze allemaal. En hebben we de hele map vrij gespeeld. Dus dat is nice. Oké. Okay. Wat is hier allemaal? Blablabla, vliegen. Tuchtschool, stralende geesten. Hallo. Die vermoorden iedereen. Zoals je kan zien, ze liggen aan het graf. En wat nog meer? KO Schroothoop. Dat is er liggen allemaal kapotte auto's. Oké. Okay. Daar hebben we dus niks aan. En als laatste hebben wij nog. Koninklijke Kluis 9. Ik weet niet wat dat is, maar. Daar komen we heel snel achter als we er naartoe gaan. Gaat bij de handelspost weer allemaal gratis wapens. Maar even kijken. We hebben nieuwe vaardigheden. Namelijk hero. Jachtspijs niveau 2. Oké. Okay. En dan hebben we weer alles geüpgraded wat wij kunnen upgraden. En dat is goed. Dan gaan we nog even kijken op de kaart. Op die 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 kaart. Want we hebben verder geen missie behalve deze. De gouden pad missie. Dus daar gaan we naartoe. Dan komen we weer langs de klokken door. Dus dan bevrijd die ook meteen. Want dan hebben we die kaart weer. Want ja, we hoeven er toch nog maar 5 nu op dit moment. Dus we kunnen ze goed allemaal pakken. En dan rijden we gewoon naartoe. Er staat hier waarschijnlijk nog wel een auto ergens onder me. Oh, daar staat een quad. Nou, dan pakken we die quad. Neem een tokkeltouw. Wacht, kan ik dit ding naar beneden gooien? Ik weet of die dan namelijk ontploft. Als ik hem naar beneden kan gooien. Oké, okay, dat kan blijkbaar niet. Let's go! En loskoppelen. Zo. Oké, okay, let's go. Op naar de volgende wachttoren. En kunnen we niet gewoon via deze kant? Want de waypoint staat wel leuk in de andere kant op. Maar ja, deze kant is veel sneller. Die waypoint neidt me weer, hè. Alweer, jongens. Alweer neidt de waypoint me. Ik kon ook de helikopter nemen, by the way. Die zie ik nu staan. Maar ja, fuck it. We gaan op de quad. We gaan op de quad die helemaal volgeplakt zit met tape. Dus ik weet niet hoe lang die het volhoudt. Maar ik hoop nog even kijken. 800 meter. Dan vind ik het goed. En als we dan deze kloktoren ook hebben bevrijd, dan gaan we naar de nieuwe gouden padmissie. En dan ben ik benieuwd wat we daarvoor moeten doen. Oh, dit ding heb ik ook vrijgespeeld. Gaat lekker snel altijd, man, op zo'n kwadje. Gewoon lekker er naartoe. Hallo jongens, bye bye. Kom er achter me aan rennen als je me wil killen. Dan wens ik je wel heel veel succes, want ik rijd best wel snel. Good luck with that. 400 meter te gaan. Kijk, maar deze... delen van de kaart heb ik ook nog niet. Dus ik moet die kloktoren gewoon bevrijden. Want het is zo kut als je de kaart niet kan zien. Ik had hier weer zo'n kut vrachtwagen aanrijden. Nou, die laat ik lekker rijden natuurlijk. Daar heb ik geen last van. Oké, daar zijn we er weer bijna. Nog 250 meter. Klimmen we naar boven. Dan pakken we hem en dan gaan we door. Nou, hallo. Goed. Ja, ga lekker sneller rijden, joh. Don't waste my time. You waste my time, maat. Want ik kan godverdomme tegen een boot, man. Wauw. Snel, snel, snel. Gassen, gassen, gassen. Het ging per ongeluk, man, tegen die boom aan knallen. Want ik wou hem inhalen, alleen ik kwam niet meer verder naar hem toe. Oké. Okay. We zijn bij de nieuwe klokkentoren. We moeten weer even naar boven klimmen. Dan hebben ze bijna allemaal. Nou. Er staan hier geen enkele vijanden, dus we kunnen meteen naar boven. Kraken helemaal open, zit er helemaal niks in. Nou ja, leuk. Leuk, we gaan wel weer naar boven. Ik weet het anders ook niet. Ze hebben hier mensen... Oh, dit is gevangenisachtig, man. Ja, er hangen allemaal boeien en alles aan de muren. Oh, ik moet mijn haak gaan afschieten. En... fire!
Hoppatee. Oké. Oh, er zijn hier wel vijanden. Ik hoor ze praten, man. Maar ze hebben me waarschijnlijk nog niet gevonden. Dus daar heb ik er natuurlijk ook geen last van. Je hoort ze schieten ook. Oh, daar. Hij zit op een fucking adelaar te schieten. Kijk, 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 kijk. Zal ik jij je lijden verlossen, jongen? Oh. Ja, die was heel mooi, Jan. Dankjewel. Godverdomme. Hé, hey, adelaar, val hem even aan, man. Want hij valt nu mij aan. Jezus! Zo. Ik weet niet waarom het zo lang duurde, maar oké. Okay. Maar er zit er nog één om het te knallen. Wie zit er nou weer om het te schieten? Jongens, even zonder grap. Ik dacht dat hij veilig was. Nee. Dank je. Kutsprongen, man. Oh, daar lopen jullie. ik wou kijken wat hij ging doen, maar hij deed blijkbaar helemaal niks. Waar zit die andere? Daar zit er nog één. Oh, dat is een juggernaut. Ah, ik wou headshot schieten, man, bijna. Zo, headshot, tadaa. Oké, okay, kunnen we weer verder, dat waren ze weer. Dat waren die fangs die bij die hoek stonden toen ik tegen de boom aan knallen. Die kwamen achter me aanrennen. Ah, ze hadden er zin in, maar ze zijn wel allemaal dood gegaan. Dus zo handig was het ook weer niet. Kunnen we hier onze grijpaak schieten en dan zijn we boven. Hoppatee, we are on the top of the kloktoren. Of nee, nog niet. Oh jawel, we zijn er wel. Is die medikit, thank you. Oké, okay, dan maken we deze ook meteen eventjes kapot. En dan moeten we nog 4 kloktorens, dan hebben we ze alle 17. Nice. Hop, haakje omhalen, hop. En dan gaan we kijken wat hier allemaal zit. Ik ben benieuwd. Er staat sowieso een grizzlybeer, die moet ik killen, man. Want ik heb ze uit nodig, volgens mij. Oké, okay, dit is de brug. Wij hebben nog meer. Ruïne van het Davy Tempel, staat ook een grizzlybeer. Hallo vriend, en een bijkorf. En als laatste hebben wij nog Gumanta Sherpakman Pakkamp achtig ding. Oké, okay. Awesome. What the fuck heeft die grizzlybeer vermoord? Wacht, ik moet die ding even vermoorden, man. Oké, okay, hij is down. Nice. Oké, okay, dan nemen we even... Zit hier ook een tokkeltouw? Ik neem dit tokkeltouw wel, dan komen we er wel. Zo. We moeten wel even een stukje omlopen, maar ja, fuck it. Even omlopen. Naar de grizzly toe. Wat heeft hij vermoord, man? Ik wil echt weten wat de fuck dit voor dier was. Oh, hij heeft de... hij heeft de adelaar. What the fuck? Hoe krijg je dat voor elkaar? En kut, die beer is verdwenen. Mijn pijlen liggen er nog wel, maar de beer niet. Nou, dan niet. Dan niet, joh. Dan niet. Even denken, hoor. Even kijken waar die missie zit. Die we moeten gaan voltooien. Die zit... Oh, die zit niet zo ver. Er zit ook een L-missie bij. Van de kerkman. Blijkbaar moeten we dan helemaal omrijden. Serieus? We pakken wel het vliegtuigje. Helikoptertje. Want er staat hier een helikoptertje. Dan vliegen we wel naartoe. Gaat misschien wat sneller. En hoe sneller dat gaat, hoe beter het is. Staat hier het helikoptertje ergens? Helikopter. Er staat hier wel een kistje. Mijn kistje. Thank you. En hier staat het helikoptertje. Awesome. Awesome. Oké, okay, daar gaan we. Let's go. Ik ga de Golden Path missie doen, jongens. In plaats van de kerkman. Nou ja, de kerkman. De edelstenenman kan ik hem beter noemen. Want ik vind de Golden Path missies namelijk wat leuker om te doen. En die wil ik... Die wil ik vandaag even gaan doen. We zijn er lekker snel natuurlijk met het vliegtuig. Dus we landen hier weer. Zo... Hallo jongens, landen maar en klaar is Kees. Kijk uit van die fucking propellers. Ik ga even niet lopen, want daar ben ik al zo vaak doorgeraakt. Oké. Okay. Zo, daar ben ik hoor jongens, daar ben ik. Wat is er aan de hand? Oh, what the fuck? Ze zitten allemaal tv te kijken, joh. Is leuk jongens. Fucking Teletubbies. Ajay, we're just in time. Piggins' broadcast is starting. What's this about? No clue, brother. But we're going to find out. Nou, zeg het eens, jongen. Good people of Kirin. Wat een lul is dat. I'm sure you all be delighted to know that the reports of my death are completely and utterly inaccurate. I am alive. And all is right in the world. But life
brings change. And I implore you, Kirat, to look to my example and see it as the positive influence it is. Change requires strength. And it is a strength that I know all of you possess. Now, I recently experienced change within my own organization. Miss Noor and Paul Deplure, after years of dedicated service, have decided to move on. I'm sure you'll all join me in wishing them well in their future endeavors. Zijn allebei dood? But like them, we must look forward, not back. The attempt on my life is nothing more than a symptom of resistance to change. Rest easy. For Yuma Lau, my trusted commander-in-chief, who oversees our mining operations at the KEO facility, stands between me and any would-be assassin. She would rather die than see any harm come to me. Go ahead, I challenge you. Put her resolve okay. to the test. Kom maar. To summarize, change is good. Embrace it. Your king is alive. Rejoice. And Yuma stands like a sentinel, waiting. Bring it on. Bring it on. Dat had je niet moeten zeggen, maat. Kom maar. Kom maar, bitch. Je gaat eraan. We gaan hem killen, jongens. Ik weet niet wanneer, maar we gaan hem nog steeds killen. Dat zei ik al sinds aflevering 1. We gaan hem killen. Ik zeg het nu nog steeds. Yep. The mines. You know what to do. I know, man. I know. Oké, dan. Dan gaan we dat maar doen, hè. Dan gaan we dat maar doen, hè. Het zal wel moeten. Wraak. Checkpoint reached. Ik weet niet hoe ver ik moet. Even kijken. Is 400. Maar oké, dan pakken we een vliegtuigje. Geen zin om te lopen. Geen zin om iets anders te pakken. Vliegtuigje pakken we. We moeten naar de mijnen toe. En we moeten dus dat handlangertje van hem. Van Pegamin. Moeten we gaan vermoorden. Dat is mijn vrouwtje. Die ook in die gevangenis was. Oké, dan. I'm ready. Kijken hoe hoog we kunnen komen met het kutvliegtuigje. Au, die deed pijn. Ik weet niet hoe hoog we kunnen komen. Oké, dat is dus de maximale hoogte. Oké, hoog kunnen we niet met het kutding. Dus dit was hem. She has a remarkable ability to make consistently terrible introductions. I'd love for you two to meet on better terms. She really has been the driving force behind most of my successes. She forges deals with my international buyers. She polices Noor and Deplure. She even finds time to run my army. Well, that is until her recent obsession with Kirati superstition took a hold of her. She thinks I don't know about the expedition she's been sending up the mountains looking for magical paintings or whatever it is. I'm as open as the next fellow about negligible losses for the sake of employee morale, but only so many pins can go missing from the stationary cupboard before someone has to lose a hand. Ik moet even deze karma gebeurtenis halen, man, maar ik zie die wachters niet. Ik zie de wachters niet, man. Want ik glij wel van naar beneden zo. Wee. Waar zit de wachter? En waar zit de fucking... Oh, ik heb hem al vertooid. Oh, hier ben je. Ik zat je te zoeken, man. Zo, alsjeblieft. Oké, dan ben ik nu level up met mijn karma niveau. Dus dan moeten we nog... ik weet niet hoeveel levels nog. Kijk maar, je ziet er staan 150 kp erbij. Nou, we zitten ongeveer op 1/10 denk ik. Van 25% korting op locatiekaart. Oké, nice. We moeten nog ongeveer 9 karma gebeurtenissen voltooien. En dan kunnen we dat andere wapen kopen. En we zijn nu ook weer terug. Dus we kunnen de missie gaan halen. Oké, ik ben benieuwd. Zoek Yuma. Nou, Yuma, kom maar op. De Keomijn Sfagia. Oké. Okay. Yuma. Oeh, pijltjes. Yuma. Kuthoer. Waar ben je? Godverdomme, hier is ze niet. Oh, hier ligt een briefje. Nou. Ik voel het in het water. Ik voel het in de aarde. Visioenen liggen niet. De visioenen hebben gesproken. Yuma, arme schat.
In de naam van de Heer zul je sterven. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het is de waarheid. Zo eerlijk als het maar kan. Je zult ontdekken hoe vreselijk het kan zijn terwijl je vertrekt. Vlucht! Red tot Kirat niets meer is dan een herinnering. Dit is je enige optie. Sir Nigel. Generaal Huma. Ik wil zeker weten dat u... Oh, ja. Even serieus, waar de fuck is dat wijf? Zit ze daarin? Dit ziet er best wel spooky uit, by the way. Zit je erachter? Oh, wacht, hier ligt ook een briefje. De enige persoon in het Pokkeland die Sanskriet kan vertalen, wordt door de pleur halfdood aangeleverd. Hij kon nog maar een paar stukjes vertalen van deze boekrol van de laatste expeditie voordat hij dood neerviel. Demonen waren binnengedrongen in Shangri-La, niet van deze wereld, niet van heldergeest. Iemand, iets wilde Shangri-La voor zichzelf. Zijn deze demonen de beschermers van Rakshana? Was dit de stem van Kalinag? Ik moet een nieuwe vertaler zoeken. Ah, succes! Succes! Hoi hoi! Ah, godverdomme! Weer ben ik volgepompt met drugs. Nou, dankjewel hoor, Yuma. What the fuck? Pagan sends a boy like you to kill me? After everything I did for him. Oh, de grot is weer heel. Before your horrible mother came along, he was fearless. Nobody could stand up to him. Then your mother. Your mother. Okay. Bijgevoegd treft u de monsters van ons waarheid lichtgedragen gif. Is hebben een nieuwe stam van dat Yatsugunba Kirat met een veel jouw werking op onze alte proefpersonen. Al deze stam te zou hebben we opvallende veranderingen geboekt door onder dwang implantaten aan te brengen in de proefpersonen die leden aan levendige visuele hallucinaties. We daarom houden u op de hoogte, maar ik hebben dat we een doorbraak thuis voor onze recente veiligheidsproblemen nooit de Durash gevangenis en besproken zelf, mama. Goed, goed vertaald. What the fuck? Er zitten hier weer demonen en alles hoor. Oh, dat is die gozer. Zie je wel dat die mensen vermoord? Ik zei het je. Zie je wel? Ik wist het, man. I told you so. Sabal. Ik wist het, man. Het is ook gewoon een bloedrivier, hè, dit. She weakened his resolve. She turned him into this simpering cell of a man. He stopped being a king that day. He was broken. Weak. Sabal, die staat hier weer ergens. Ik weet niet waar die nou weer staat. Oh, hier. Is hij nou weer mensen aan het vermoorden, of wat? Oh. So I say to you. Today, you chose to cut your vest. Vest niet helemaal goed, joh. Oh, moet hier naar boven. Checkpoint. Naar boven. Klimmen. Ik weet niet waar we uitkomen, maar dat zien we vanzelf wel. Hallo, hey, daar is ze weer. Hey, alles goed. Oh, wat de. Vernietig de poort. Wow, what the... Kut, man. Ik word al geraakt door hun. Oké, die is down. Ik moet headshots maken op deze Robin Hoods. Anders gaan ze niet in één keer dood. Oh, jawel. Kut, man. Headshot. Kut, sorry. Kut. Ik sta echt helemaal in de hens, jongen. Zo, de knetter. Ik weet niet hoe dat voor elkaar kwam, maar dat zit allemaal van die kut Robin Hoods hier, man. Oh, daar. Nee. Hij is bang. Nu. Jammer, jongen. Nog meer? Er schieten nog meer mensen op, maar ik weet niet via waar. Fuck.
Wie is dat, de poort? Is dat deze poort of wat? De fuck wil je dat ik deze poort vernietig dan? Ik word op een schoot. Oh, daar! Die voor je, maat. Die voor je. Oké, maar anyway, hoe de fuck moet ik die poort vernietigen? Oh, kut, er spannen er nog meer. Kom dan, vriend. Kom dan. Fuck off. Even zonder grap. Hoe de heck moet ik die poort vermoorden? Kan ik die dingen opblazen of niet? Ja, dus. Oké. Okay. Dat is ook makkelijk. Ik zat te kijken van, kan ik hem niet gewoon opblazen of zo? Maar dat kon dus wel. Oh, what the f... I lied to myself. I thought he would get better. He had to get better. But no. Ik zit... What is broken stays broken. It stays... Ik zit vast. But Pagan... Ik... will not break me. This country will not break me. And you... you will... Waarom kom ik altijd vast te zitten, man? Oh, ik ben weer los. Ja, en nu? Waar de fuck moet ik naartoe? Oh, daar! Hé, ik zat al te kijken van, what the fuck, ik moet toch ergens naartoe kunnen komen, maar dat is ook zo. Auw, niet de pijn. Ik moet even wat hoger mezelf optrekken. En nu? Nu er naartoe slingeren? Ja... Nee, dat haal ik niet. Ik moet even goed slingeren, man. Oké, nu. Go naar voren. That's how we roll. Oké, hier zal ik alweer een nieuwe grappling hook ding zitten. Hier kunnen we naartoe, want dan kunnen we daar verder naar boven. Dus even omhoog takelen. Zo, en verder omhoog. En dan komen we er bovenop. Ik heb echt geen flauw idee wat de fuck ik allemaal aan het doen ben hier, maar... We zullen wel antwoorden krijgen, hoop ik. Ik weet dat Pegamin weak is, dat is het enige. Oh, daar. Waar moeten we naartoe slingeren? Oh, daar. En nu? Oh, daar. Ik zit te kijken, man, waar al die dingen zitten. Hup. Hup. En loskoppelen. Hoppatee. Toen waren we weer in het bos. We zijn weer terug. Ik hoor Shabal weer praten, daar staat hij. What the? Jezus Christus, man. Dat is even normaal, gek. Godverdomme. Ik schrok echt van, jongen. Dankjewel, hè, vriend. Maar als ik nou mijn boog weer heb, dan zal het best wel makkelijk worden. Waarom heb ik mijn boog niet? Geen flauw idee waar ik ben. Hallo? Wie is dit nou weer dan? Oh, ik heb een nieuw opeens een gun. Hallo? Oh. Nou, dat is weer lekker. En nu? Let's stop playing this game. Hoi hoi. Shokwa. Shokwa. Wat wil je nou? Nu lig ik op die steen. Daar kan je beter vanaf gaan, vriend. Daar kan je beter vanaf gaan, vriend. Oh, hoi. Nou, zeg het eens. Schiet er neer dan. No toys in bed. Ik kan er toch niet neerschieten, want ze is er nog ineens. Oh, lekker. Ga lekker batsen, joh. Tuurlijk. Oh, what the f... Oké, doe het toch maar niet. Shokwa. Shokwa. Uh-oh. Yeah. Time to die, AJ Gale. What? What? Time to do what Pagan would never do himself. What? Time to kill you. I can't admit your mother's ass. What the fuck? doodkallen. What the fuck moet ik vermoorden? Auw. Want ik heb slow-mo, ik heb slow-mo. Die voor je!
die voor je. Hoppatee, en nu? Was dit het? Of komen er nog meer? Ik heb hem. Fuck jou, er zitten er nog. Auw, dat zeg ik, er zitten er nog meer. Ik ben zo hard dood. Ik ben zo fucking hard dood. What the. Jij hoort bij mijn vriend. Ouwe rukkert. Ik, hier moeten we zelf even healen. Ik weet waar die staat, maar. Die kut tijger ook, man. Oh, what the. Maar die tijger die hoort bij me. Fuck off. Zo. We moeten echt heel snel healen. Het is kut dat je als je in de Strangulila zit, wat ik nu dus waarschijnlijk zit, dat je niet je eigen helft kan zien, man. Oh, kut. Holy shitballs, gek. Au, jongen. Even zonder grap. Doe nou niet. Ik wil niet dood. I'm not prepared to die, man. I'm not prepared to fucking die. Oh, kut, 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 kut. Ja, oké, dus wel. Godverdomme, ik schoot mis op dat kutvaasje, man. Hoeveel moet ik er vermoorden? Ik had hem twee keer vermoord nu. Maar er spannen allemaal Robin Hoods naast hem. Er spannen fucking tijgers naast hem. Ik moet hem killen met een eliminatie, maar hoe vaak? Nou, waar ben je nu weer? Rechts, ik hoorde hem. Oh, de Robin Hood zijn er weer. Op, dat is één. Op twee. Au, kut. Oh, je bent al dood. Nice. Nice. Ik sta weer in de hands hier, natuurlijk. Dat trekt de pijl eruit, jongen. Die tijger komt er ook aan kakken. Kut tijger. Ja, verdwijn maar, joh, pussy die je bent. Waar zit die gozer? Oh, hij staat. Nee, daar staat hij niet. Waar staat hij? Au. Godverdomme. Ik ben zo fucking dood hier. Die tijger die loopt er ook nog erg. Maar waar zit die gozer die ik moet killen, man? Oh, dat is hem, dat is hem, dat is hem. Biatch. Oké, okay, let's go. Hij zit in zijn oog, jongen, die pijl van me. Oh, dat was hem. Oh. Oké. Okay. Hoppatee. Ik denk dat hij wat dood is. Hoppatee, nog een keer, nog een keer. Hup. Maak hem kapot, jongen. Zometeen vermoord ik iemand anders, hè. Want ik zit nog steeds in die hallucinatie. What the fuck? Waar ben ik... Wie heb ik nou vermoord? Heb ik Pagan vermoord? Wie heb ik vermoord? Oh, ik heb dat wijf vermoord. Lekker voor je, kuthoer. Nice. Hak haar hoofd eraf, dan hebben we bewijs namelijk. Hak haar hoofd eraf. Die is in ieder geval dood. Dat was de handlanger van Pagan Min, dus die zal nu niet blij zijn, dat sowieso. Wraak, missen voltooid. Dat is 3. Hoppatee, zilveren trophy. We zijn nog steeds bijna dood. Hoppatee, nu niet meer. Praise Banishur. This is the will of Kira. Moen's looking down on you now, brother. And he's proud of all the difference you're making. Pagan's next, Ajay. And then it's all done. We'll be free. Woo! We will be free, oké. Okay. We hebben nu iedereen zo goed als vermoord, behalve Pagan Min natuurlijk. Nou, die hebben we ook vermoord, alleen die was een handlanger. Awesome shit. Oké, okay, mensen. Ik ga deze grot uit. En daarbij ga ik deze aflevering ook weer afsluiten. We zijn natuurlijk morgen om 3 uur precies weer terug met een nieuwe aflevering. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je hebt genoten, ram dan natuurlijk op die like knop. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.